Hey Jeroen, ik ben Stijn de Jonkheren, volleybalspeler bij Knakvolley Roeselare. Dus ze zeggen was volleybalspeler, want samen met Ruben zijn we dit jaar op pensioen gegaan. En om de ploeg, de collega's te bedanken, zou het gewoon super zijn mocht jij hier op deze superlocatie voor ons komen koken. Hopelijk tot dan, salutjes! Ik ga dat al aan u geven. Pas op, dat zijn messen. Ja. Ja? Merci. En aan u ga ik dit meegeven. Goed, top. Alsjeblieft. Dan moet je daar gaan staan. Dan ga ik uitleggen wat jullie mogen doen. Dan heb ik hier een beetje meer plaats. Goedenavond allemaal. We staan hier bij topsporters. Ik ga koken met topatleten. Topatleten die, mag ik dat zeggen, bijna op rust zijn. En zij hebben ons aangeschreven om een tractatie voor uw pensioen, hè, voor uw collega's te maken. En we gaan hamburgers bakken vandaag. Welkom bij Dagelijkse Zomerkost. Goed, gebakken ajuin moet er op een hamburger. Ja. Dus je mag de ajuinen schillen. We gaan schoon echte lekkere verse burgers maken. Ik heb super pistoletjes bij. We gaan daar verse frietjes bij bakken. En ik begin aan een homemade ketchup. Daarvoor. Goed, zo beginnen. Ja? Allee. Vanavond. De eerste twee ajuinen die je hebt, die kan ik al direct gebruiken voor de ketchup. Scherpe mesjes. Die zijn hier lekker thuis. Met oppassen. Ja, dat zijn scherpe messen. Godverdomme. Ik vind trouwens dat je er nog goed uitziet voor op pensioen te gaan. Maar goed. Ja. Vervroegd pensioen, hè. Hoe oud zijn jullie? 31. En 29. En is dat de gemiddelde leeftijd dat een profvolleyballer op pensioen moet? Iets ouder normaal gezien. Ja, uiteindelijk kunnen we wel nog even meegaan, maar we hebben ervoor gekozen om iets vroeger te vertrekken. Hopla. En is dat dan echt effectief pensioen? Klaar, zoals de voetballers? Toch niet. Het is geen voetbal. Ik denk, Stijn heeft ook zijn eigen bedrijf. Ik ben nog volop aan het studeren. Ik studeer nog rechten. Dus het was tijd ook voor andere dingen in het leven. Sport is bijzonder mooi als je van je hobby je beroep kunt maken. Zal wel. Ik weet er alles van, het is dat. Sport is ook iets zwaar voor je lichaam, ook zeer intensief. Dus het is soms ook goed om je lichaam een beetje rust te gunnen. En is het met spijt in het hart? Toch wel, ja. Ja? Ja? Zeker, je zit met een hele goede vriendengroep. We spelen al jaren samen. We zijn samen 5 keer kampioen van België geworden. En ja, de helft doet door en wij twee stoppen. Dus ja, in dat opzicht doet dat wel een beetje pijn. Wat gaat het hardste missen, Ruben? Ik heb dus de opdracht voor mij, de doelstelling om iets te vinden in het leven na de sport waar ik even succesvol in ga zijn. En dat is natuurlijk iets afwachten. Hè. We zijn veel gewend en als je bij Roeselare speelt, we zijn zoveel keer landskampioen geworden. Dus je hebt wel successen achter de rug en nu komt het erop aan om voor die succes te boeken, maar houdt het meeste missen is de groep op zich. Hè. De gasten waarmee je elke dag op plein staan en plezier mee maakt. Dus de spelers op zich ga ik wel het hardst missen. Nee, niet mijn vingers gesneden. Nee, we zijn goed bezig. We zijn echt voorlopig oud vasthouden. Zeg maar, mijn vrouw dat ziet, ga je dat wel een dag moeten doen. Ja. Een jaar. Amai. Ik ben ontroerd van het feit dat jullie op pensioen moeten gaan. Hè. Dankjewel. Oké. Deze mannen, die mogen gewassen worden, alsjeblieft. Ja. En de sla mag fijn gesneden worden, dat we straks een beetje sla tussen onze burger kunnen doen. En de tomaten mogen het hart eruit snijden en dan in plakjes. Waar moeten wij dat wassen? Wassen? In een douche zeker, ik weet het niet. In uw kleedkamers. Ik vind dat hier de max, jongen, zo kot. Hoe plezant is dat? We gaan dat rustig laten bakken en ondertussen die ketchup zien te maken. Dus ik heb eigenlijk een suikersiroop gemaakt, suiker en water. We gaan dat zo wat laten karamelliseren en van zodra dat die karamel hier zou beginnen te kleuren, gaan we onze groenten daarin bakken. En de groenten zijn ui, paprika en tomaat en een beetje look. Welkom in de luxueuze kleedkamer. Ja. Je ziet hier. Op de derm vast en we hadden er een beetje voor een spuur. Ja, allee.
Goed, kom. Ja. Maar heel je broek is nat. Allee, man. Stop dan mee. Allee, hè. Goed gedoucht. Alles goed gewassen. Ah ja, de groentjes. Doucht die gellen nog samen? Moet jij je groot missen? Ja, nu dat we gestopt zijn met volleybal. Okay, maar dat gebeurt wel. Constant. In klas onlangs dat er veel kinderen die in de jeugd bewegen, dat die niet meer durven samen douchen. Dat vind ik flauw. Dat is flauw, hè? Ja, nee. We zijn al zodanig gewoon. We zijn al 7 jaar. Ik denk, ja. Ik had al echt heel veel nachtjes zien. De grote, is dat al dat gevoel? Dat slaat? De grote? Ah, ik dacht onder de douche. Sorry. Ja. Sorry. Ja, nee. De sla. Gewoon zo dwars leggen. Je mocht dan die nerven moet ook een beetje kijken. Wacht, ik zou het. Dus wat ik normaal doe, ik rol dat ze dan een beetje op. Prachtig. En dan. Hop. Dat mag zo wel wat fijn gesneden zijn. Dan blijft dat schoon liggen straks op die dingen. Oké, goed. Zo. Moet jij een kom hebben? Ja, dat mag. De tomatjes ook, of doe ik dat? De tomatjes moeten ook in een kom doen. Het is hier warm met vuur. Ja. Dat is normaal, hè. Ieder zijn een stier, hè, man. Tuurlijk, ja. We hebben al bereid een vuur. Ik zou schrik krijgen als ik dat volleybalplein zie, om gefocust te zijn als al het publiek erbij is. Ja, eigenlijk, ik heb veel liever dat de zaal vol zit. Ik kan me meer opladen en ik heb... Meer adrenaline. Ja, dan een lege sporthal. Dus ja. En daarom ook het sportpaleis of zo. Als je daar speelt voor 14, dat is zo ongelooflijk. Ja, is dat tof, ja? Ja. En heb je het nu al een beetje verteerd of is dat nog altijd een gevoelige snaar? Dus... Oh ja, laten we zeggen dat wel... Dat zijn er wel een beetje. Voilà. Dat is gebeurd. Voilà. Het is gebeurd. Meen het? En ik heb het woord mazijk nog niet eens uitgesproken. direct al paniek hier. Een fly. Kine. Ja. En kine. Hier begin al daar eens mee. Nee, dat ligt wel nog een beetje gevoelig. Kine. Het was een heel felle strijd ook. En je blijft sportman, hè. Je wil winnen. Hè. En dan natuurlijk. Verlies je die finale ook in 5 wedstrijden. Dat is pijnlijk, maar ja. Wat betreft onze ketchup, daar zijn we aan toe. En heb jij al kinderen of zo? Nee, ik ben net getrouwd. Proficiat. Ja, dank je wel. Want dat is waarschijnlijk ook voor je sociaal leven zo en professioneel een carrière opbouwen plus nog eens topsport. Zeker in het seizoen. En als je echt prof bent, dan de vrijdagavond kun je niets doen. Je hebt de zaterdag een wedstrijd. De zaterdagdag zelf, dan ben je heel de dag bezig met je volleybal. Ook tijdens de week. Ja, het heeft toch zeker een impact op je sociaal leven. Ik heb nu heel veel in te halen. Ik zeg ja op alles, op alle communies, op alle dopen en trouwen en noem maar op. Tuurlijk. Dus ik ben de eerste en de laatste nu. Dat is klaar. Als dat klaar is, gaan we dat hier al klaar. Dat is voor straks. Ja, maar die Ruben is geblesseerd uitgevallen. Misschien eens even kijken of er geen vinger tussen ligt en dan moet jij dat rustig doen. Dat is maar een plekje, ja. Goed, ja. Gekwetst geraken, dat hoort erbij. Dus slaan mijn schelkenes bij. Hè. Ik heb het al gecheckt, het is goed. Er valt precies altijd gekwetst uit als het echt belangrijk wordt. Daar zeg je het. Nu zal ik je aan het plagen en dat is niet goed, dat is niet leeg. Jawel, wij kunnen dat tegen, dat gebeurt constant. Ja? Maar ja. Vertel eens wat er exact gebeurd is. Dus we zijn eigenlijk de finale aan het spelen. De apotheose eigenlijk van het kampioenschap. En op dat moment, tijdens de derde match, ben ik een beetje lelijk ten val gekomen en in mijn knie. Kruisband gescheurd, meniscus gescheurd. Dus alles erop en eraan. En dat was een afscheid in mineur dan? Het was in mineur, ja. Net gesneuveld, net voor de eindmeet. Hè. Dus, voilà. Raak ik dat? De paprika, tomaat, ajuin. Ah, nog een beetje look mag erbij. Gaan we nu laten bakken. Eigenlijk in die siroop en dan nog afblussen. Met een beetje azijn. En opeens denk ik eraan. Waarom maken we eens geen curryketchup? Ook lekker. Dus gewoon currypoeder aan toevoegen, paprikapoeder komt er nog bij. En wat cayennepeper, geeft toch wat pit. Dat zijn straffe mannen, hè. Hele straffe mannen. Nog wat tomatenpuree. En dan, als de groenten gaar zijn, alles in een blender, fijn malen en laten afkoelen. Dan is uw ketchup klaar. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hè. Ik ga aan de burgers beginnen. We hebben ook nog spek voorzien, kaas voorzien. Dus je kunt er een bacon cheeseburger van maken. Of ze kunnen een beetje zelf kiezen. Ja. Ik heb hier wat pintenkoud staan. Prachtig. Mag dat? Nu mag dat wel, ja. Het was seizoen, hè. We zijn toch geen officieel speler meer. Dus,
Zijn er liefhebbers van augurken, denk je, in de ploeg? Ik zal het eens gaan vragen, Hans. Ja. En anders moet je die ook nog in schijfjes snijden. Dan kan ik hier rustig verder doen. Ik ga de burgers super puur houden. Dus ik heb eigenlijk gemengd gehakt, maar dat is eigenlijk 90% runds gehakt. Met een beetje varkenscollier eronder. En we gaan dat gewoon afkruiden met eitje en paneermeel. Peper en zout. En dat gaan we heel naturel houden. Dat is nog altijd het lekkerste. Iemand van augurken op de burger? Liever niet. 2, 3, 4, 5 augurkenliefhebbers. 5 augurken. Oké. Okay. Een rusken of 10. Zoiets, hè. Raak je mest in de naam. Spreekt je al een beetje West-Vlaams dan, Ruben? Wow, ja, hè. Ja, hè. Goed probeer. Oké, okay, mannen, op jullie pensioen. Ja, allemaal, allemaal, allemaal. Natuurlijk, altijd proeven. Warme ketchup. Warme ketchup, dat is... En het is een beetje pikant, hè. Het is een beetje kruidig. Curryketchup. Een beetje curry ingedaan ook. Amai. Dat is echt lekker. Chic. Ja, lekker. Chic. Prachtig lekker. Ja. Goed, hè? Super goed. Hebben jullie zo eet-tradities binnen de... volleybal? Toch wel. Op de wedstrijddag, dan komen wij om, wat is dat, 8:30, 9 uur naar hier. Staat er hier een mooi ontbijt klaar. En twee van onze spelers die komen een kwartierke vroeger voor eikens te bakken voor heel de ploeg. Ieder om tour? Nee, altijd dezelfde. Oeh, altijd dezelfde? Ja. Oh, plezant. Oh, dat wordt lichtjes opgedrongen eigenlijk. Beetje nee. de jonge gasten wel, ja. Maar die doen dat wel met plezier. De nieuwelingen. Ja. Ja. Beetje, ja. De groentjes. Ja. En verder, ja, een diëtist ook, hè. Maar het is eigenlijk echt wel... Laat het ons plezant houden. Iemand die lekker. Ja. Maar hij moet gewoon het chipsdieet volgen. Hè. En wat is een chipsdieet? Een chipsdieet is dat ik elke dag bijna een zak chips moet eten. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik heb omdat je te mager bent. Ja. Ik heb echt een vetpercentage van 5%. En, haat en u. Dat is... Ja, sorry. Je bent de ideale kandidaat hier, om mee te komen koken. Dus, hè. Hebben jullie nog veel werk met tafeldekken? Of je mocht dat hier ook uit het vuistje komen eten? Nee. Ik denk dat we wel een grote tafel moeten dekken. Ja, we gaan ze goed verzorgen. Ik denk dat je stilletjes aan. Ik moet juist mijn broodjes nog... Perfect, dan gaan we de nog tafel zien. Ja. We gaan een pitje meenemen. Ga je even opwarmen? Ja, tot z'n beet. Proper mannen. Dat zijn de hoedjes allemaal aan de kant. Ja. Die laten vallen, dat is het belangrijkste. Ja. Teddy. Je hebt al in je vinger gesneden. Dat gaat al de rest van je leven moeten horen. Dat is zo ongelooflijk. Ik heb me gevraagd om dat niet uit te zenden. Dat... Voor de rest van zijn 6 jaar professioneel volleyballer, maar dat gaan ze onthouden. Ja. Is dat genoeg? Nou, dat is niet genoeg. Sportmannen? Sportmannen? Niet iedereen is zo weinig vetpercentage als u. Nee, dat is waar. Een beetje te veel ketchup, dan er niemand van gestorven.
Een klein beetje, niet te veel. Dat zijn ongezonde vetten, hè. Een diëtist die gaat met zelfs kiel halen. Ik heb die er juist zien zitten, die was een beetje aan het schieten met zijn ogen. Hier nog eentje? Ja. Kijk hoe Stijn, dank u. Je hebt me supergoed geholpen, hè. Amai. Dat is een burger deluxe. En hoe dat ze dat gaan opeten, dat is eigenlijk ons probleem niet. Ik kan je zeggen, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren. Nee, maar het zal wel lekker zijn. Zo. En dan mag erop? De tjufkes. Toek. Ik vind dat wel kei neig. Ziet dat af? Ik moet wel nog aan die zaal wandelen, Jeroen. Ja, dat gaat wel lukken, hè. Van Lasse, je mag vertrekken. Voilà. Ik nog enkele frietjes bakken. Met een goede klots mayonaise. En die mannen ook nog eens echt gegeten. Tot de volgende. Tess van Dadde. Smakelijk allemaal. Dank u. Ik ga hier zo wat willekeurig wat frietjes, want er komen er nog. Hè. Dank u. En geniet van uw pensioen. Hè. Ja. Merci. En content van je assistent. Ja, ze hebben nog toekomst. Ah, ja. Ik vooral. Wat? Je bent als een toekomst. Smakelijk, jongens.